Hallo allemaal, ik ben Ilona van Ware Kracht. U kunt mij vinden op www.warekracht.nl en op Facebookpagina Ware Kracht. Ik wil graag kaarten gaan leggen voor de stier voor februari 2021. Ik ga eerst een themakaart voor de stier trekken. Daarna drie kaarten voor de algemene energie en daarna drie kaarten voor de liefde. Wat er in de liefde zal spelen voor de stier februari 2021. Dus we gaan als eerste kijken naar themakaart. Kijk, dit zijn de kaarten voor de algemene energie. En dan drie kaarten in de liefde. Oké, ik zal ze even aan jullie laten zien als eerste themakaart. Ik zie wel gelijk dat jullie voor de stier in ieder geval vier grote arcana kaarten, wat betekent dat dit een belangrijke maand gaat worden voor de stier. Februari, zoals ik even wil aangeven, dit is mijn interpretatie uiteraard, want dit zijn natuurlijk de kaarten die ik leg. Kijk of het met je resoneert of niet. Ik ben een groot voorstander van het volgen van je eigen gevoel. Dus als je zelf het gevoel hebt van, nou, sorry, maar hier kan ik me niet in vinden, dan is deze video niet voor jou. Ik wil beginnen met de themakaart. Dat is gelijk een grote arcana kaart, wat dus aangeeft dat dit een belangrijke maand wordt. Kracht voor de stier. Dus het wordt een maand waarin je je kracht kan hervinden. Of het juist belangrijk is om in je kracht te gaan staan. En ik zit ook even, zoals ik al net aangaf, jullie hebben voor de stier vier grote arcana kaarten bij elkaar. Inclusief natuurlijk themakaart. Dus dit wordt echt een hele belangrijke maand. In de algemene energie hebben jullie twee grote arcana kaarten. Dit is het begin, zeg maar, voor februari. Dat is de toren. Zoals je ziet, ziet dat er best wel heftig uit. Maar dan hebben jullie dan in het midden van februari hebben jullie de keizerin. Dat ziet er al een stuk beter uit. Alleen aan het einde van februari hebben we bekers 4. Dus ik wil graag daar even op inhaken. Dus het begint eigenlijk met de toren. De toren ziet er heftig uit. Het zijn vaak ook een beetje, het is een donkere kaart. Het geeft mij het gevoel dat er gewoon iets gebeurt waardoor jullie compleet van jullie een beetje uit jullie voegen geslagen worden. Dit is eigenlijk ook, je ziet ook de toren dat er een bliksemschicht eigenlijk in de toren slaat. Deze twee mensen die vallen eigenlijk achterover. Eentje gaat voorover, eentje geeft zich meer over. Die valt achterover. Maar eigenlijk staat deze kaart voor dat er dingen die eigenlijk niet meer bij je passen, die niet meer in je leven horen, die worden in één keer weggeslagen. Het is bijna alsof je in een soort... ja, een storm terechtkomt. Dus het kan heel goed. Het kan bij wijze van spreken dat je ontslag krijgt. Of er gebeurt iets in een relatie. Of er gebeurt iets in je omgeving. Maar er is iets waardoor je echt even het gevoel hebt alsof je op drijfzand staat. Dus alsof je een beetje wegzakt. Op zich ook een hele bevrijdende kaart. Want het betekent ook dat dingen die niet bij je passen, die verdwijnen eigenlijk. En dan komt de keizerin ook. Een beetje meer in het midden van de maand. En die geeft weer juist een zachtere energie. Dat je juist mee mag stromen met wat er gebeurt. Dus verzet je niet. En daar komt namelijk deze kaart in. Die als laatste in. Dat je dat nog best wel de neiging hebt om je te gaan verzetten tegen de veranderingen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je kunt veel meer in je kracht komen, stier, als je juist meegaat met de verandering en je er niet te veel tegen verzet. Kijk wat het je brengt. Het is ook eigenlijk nodig, zo voelt het ook. Deze veranderingen zijn nodig om beter in je vel te komen, om verder te gaan, verder te groeien. Ik heb een beetje het gevoel alsof je te veel vasthoudt aan oude overtuigingen, misschien wel oude dingen in je leven. En je kan niet verder, stier. En het is zo zonde. Het is zo nodig dat je juist verder gaat. En verder, ja, verder groeit. Zonde zijn als dat ja, stopt. Als je eigenlijk jezelf te veel af gaat sluiten. Dus dit is misschien ook een klein beetje een waarschuwing. Hoewel dat niet, kijk maar even hoe je het op kan vatten. Maar voor jou is het heel belangrijk om nu mee te gaan met de veranderingen. Mee te gaan stromen. Laat het gebeuren. Daarin zit ook je kracht. Daar je kracht in te vinden. Dan wil ik graag verder naar je liefdesleven. Het liefdesleven voor de stier, februari 2021. De wereld. Het is een beetje begin. Het is ook weer een grote arcana kaart. Bekers 8.
En dat is een beetje midden februari komt die energie. En de aas van zware, dat is een beetje het einde van februari. Als ik zo naar kijk, ik vind het heel bijzonder, want zowel de wereld als deze kaart geeft mij ook het gevoel dat er iets afgesloten wordt. Dus zowel in het liefdesleven, of je nu een single bent als stier zijnde of in een relatie zit, er wordt iets succesvol afgesloten. Je laat iets achter je. Dat hoeft niet zozeer te zijn als je in een relatie zit, dat je de relatie achter je laat, maar dat je iets in de relatie veranderd hebt, dat jullie op een hoger niveau zijn gekomen of verder gaan. Kan natuurlijk ook wel betekenen dat je iets echt achter je laat, maar dat, kijk maar even wat resoneert met je. Maar er gebeurt iets waardoor je iets succesvol afsluit, dat is eigenlijk ook de wereld. Het is een soort succesvol afsluiten, je gaat naar een hoger niveau, dit is ook de laatste kaart van de Grote Arcana. Je gaat door, je hebt iets afgerond en je gaat verder. En dat zal uiteindelijk, als je dus ook echt daarna luistert, dingen ook achter je laat, of je nu wel in een relatie zit of niet, dan zal je ook die inspiratie en ideeën gaan ontvangen, nieuwe inzichten. Want daar staat deze aas voor. Het is een soort frisse wind die door je eigenlijk je hoofd, maar gewoon door je leven heen gaat. Dus in je liefdesleven, als ik naar bijvoorbeeld de stier gaat, de single stieren, zou het heel goed kunnen dat je eindelijk een soort vrede hebt met een bepaald, dat je misschien ook wel single bent, dat je daar een soort tevredenheid mee hebt van oké, het is zo. Het is zo dat je het kan accepteren, dat je eindelijk denkt, maar ja, nou, ik ben single, ik ga kijken hoe ik daar het beste mee kan omgaan. En dat je dus eigenlijk misschien een bepaalde onvrede die je daarmee hebt gehad, dat je dat achter je kan laten, waardoor er nieuwe inzichten komen, dat je echt weer begint te borrelen, te bruisen, waardoor je weer nieuwe mensen zou kunnen ontmoeten, waarin een relatie misschien mogelijk is, of het maakt je eigenlijk niet zoveel meer uit. Je voelt je vrij goed met waar je bent en waar je staat. Als een stier in een relatie, zoals ik net al aangaf, dat hoeft absoluut niet te betekenen dat de relatie stopt. Het kan, het zou kunnen. Als dat voor jou zo voelt, dat dit nu zo langs de tijd gehad heeft, je hebt geleerd wat je wilde leren en je voelt dat deze relatie je niet verder brengt, dan is het nu tijd om verder te gaan en dat zal je ook veel inzichten geven. Het kan dus ook zijn dat je in een relatie zit en dat er bepaalde dingen nu meer openheid geeft, dat je meer verbinding kan maken, bepaalde oude overtuigingen worden uitgesproken of kunnen verwerkt worden en dat laat je achter je, waardoor er eigenlijk een soort nieuwe energie in je relatie zal plaatsvinden. Dus wat dat betreft, wat ik al aangaf, belangrijke maand voor de stier, voor februari. Ik voel echt sowieso in de algemene energie gaan er echt dingen gebeuren, veranderingen. In je liefdesleven zal je daar meer zelf je keuzes in maken. En zal dat waarschijnlijk op een prettigere manier zijn. Ik voel algemeen dat er wat, ja, dat je misschien soms overweldigd bent door de veranderingen. Misschien soms een beetje dat je denkt, hè, waar komt dit nou weer vandaan? Maar in je liefdesleven zal je je stabieler voelen, omdat het meer vanuit jezelf is. Het is eigenlijk meer een keuze die je zelf maakt. Ik wil nog even voor de stier voor februari 2021 kaartje trekken uit de wijsheid van het orakel van Colette Baron-Reed. Even kijken voor een extra voor de stier februari 2021. Even kijken of extra informatie. Dat is wel een hele mooie. Tot het uiterste gaan. En ik heb het gevoel dat dit voornamelijk op je de algemene energie is. Zeker ook in combinatie met de themakaart, kracht. Dat vooral die algemene, dat al die veranderingen je ook een beetje tot het uiterste zal drijven. En dat het ook belangrijk is om daarmee je kracht te leren kennen. Dat je een beetje uit je comfortzone gehaald wordt. Want daarmee kan je juist meer in je kracht komen. Want je kan veel meer dan je zo denkt of zo voelt, stier. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video en hopelijk tot een volgende video. Dag!